Elke onderwijsprofessional stelt zich de vragen: hoe kan onderwijs beter? Wat is goed onderwijs? En hoe zorgen we ervoor dat leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen en dat hun prestaties nog beter worden? Het zijn vragen waarmee onderwijsonderzoekers zich wereldwijd al jarenlang bezighouden. Hoe kunnen we ons voordeel doen met die informatie? De Amerikaanse onderwijswetenschapper Robert Marzano stelde zich precies deze vraag. Met zijn medewerkers voerde hij meta-analyses uit op onderzoeken over onderwijs uit de hele wereld. Deze analyses geven antwoord op de vraag welke factoren leiden tot betere leerprestaties. Het blijkt dat van alle factoren de leraar de meeste invloed heeft op de leerprestaties van de leerlingen. Marsano legde focus in zijn werk dan ook op de rol van de leraar. Zo ontwikkelde hij een model voor effectief lesgeven. Daarin onderscheidt hij vier domeinen: onderwijsstrategieën en gedrag. Planning en voorbereiding, reflectie op lesgeven en collegialiteit en professionaliteit. Voor elk domein ontwikkelde hij een aanpak, een boek en een training die leraren en docenten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO helpen om beter te worden in hun professie en hogere resultaten te behalen. Als startpunt in het eerste domein formuleerde hij negen ontwerpvragen die voor elke leraar herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld, hoe laat ik leerlingen goed omgaan met nieuwe kennis? En hoe krijg ik betrokken leerlingen? Hij noemt voorbeelden, geeft theoretische achtergronden en geeft actiestappen die de leraar in zijn klas kan toepassen. In overleg wordt bepaald welke ontwerpvragen en welke strategieën het best passen bij de school, bij het team en bij wat men wil verbeteren. Daarbinnen zijn nog allerlei mogelijkheden voor verdere afstemming. Welke strategie past het best bij de leraar en bij de groep? Het tweede domein draait om planning en voorbereiding. Wat moet er dit schooljaar aan bod komen? Hoe biedt u dat aan? En hoe doet u dat in de les? Als leraren dit samen bespreken, blijken ze tot een effectievere aanpak te komen. In het derde domein staat reflectie op lesgeven centraal. Reflectie is een uitstekend middel voor persoonlijke groei. U kunt hieraan werken door persoonlijke doelen te stellen, gericht te oefenen met feedback, elkaar te observeren en als team te discussiëren. Het vierde domein, collegialiteit en professionaliteit, is vooral gericht op professionele samenwerking in het team. Coaching is daarbij belangrijk. Marsano besteedt aandacht aan coachingsvaardigheden om leraren te begeleiden naar een volgend niveau van professioneel handelen. De vier domeinen ondersteunen en versterken elkaar en leiden tot effectief lesgeven en zo tot betere leerlingprestaties. Heeft u interesse? Marsano Research kan u ondersteunen met behulp van introductiebijeenkomsten, e-learning, onderwijsronden, trainingen, coaching of het opleiden van een interne coach. Wij kunnen u adviseren over een traject om de door u gewenste ontwikkeling te realiseren. Natuurlijk kunt u ook zelf een keuze maken uit het aanbod. Kijk voor meer informatie op marsanoresearch.nl.